Remmen, ja. Jammer vinden ze het. De HAVO-4-leerlingen van het Kamerling Onnes aan de Eikelaan. Gisteren zouden ze voor een studiereis afreizen naar Londen, maar een terroristische aanslag in een metro in de Britse hoofdstad heeft de schoolleiding doen besluiten om die reis voorlopig uit te stellen. Bij de leerlingen roept dit flink wat teleurstelling op. Ja, eigenlijk wel. We hadden ons echt goed voorbereid. We hadden echt zin in. Op het laatste moment is alles afgeblazen. This is the remains of a device detonated on a packed tube train at 8:20 this morning. Afgelopen vrijdag liet een man tijdens de ochtendspits een emmer achter in de metro met daarin een explosief dat vervolgens deels tot ontploffing kwam. Bij de explosie raakten 30 mensen licht gewond. Op school kwam het nieuws tijdens de eerste pauze binnen, maar om de reis af te zeggen was toen nog geen sprake. Wij hebben eerst afgewacht en gekeken, ook vanuit de berichtgeving. In eerste instantie leek het mee te vallen. Toen hebben we ook een bericht aan alle ouders en leerlingen gestuurd. Van, nou, we gaan gewoon. Vrijdagavond werd het dreigingsniveau opgeschaald naar kritiek. En toen was er een omslagpunt. We hadden te maken met ongeruste ouders en leerlingen. Veel bezorgdheid, ook bij onszelf. Hoe gaat het verder? En we hebben besloten om op zaterdagmiddag bij elkaar te komen om de situatie te bespreken. Was dat een lastige beslissing, zaterdagmiddag? Ja, er zit nog een glimlach op mijn mond, maar het was een hele lastige beslissing. Omdat wij met een alternatief programma, dus meer Londen uit, minder metro reizen voor de leerlingen. Nou, dan komen we er wel uit. Maar goed, de reactie van ouders en ook leerlingen. Nou, er was grote ongerustheid, geen angst, maar ongerustheid van, ja, is het handig en verstandig om daarheen te gaan? Nou, die vraag die stel je jezelf en hebben we ons als groep ook gesteld. Ja, dan kun je eigenlijk maar tot één besluit komen van, het is het beste om gewoon niet te gaan, want die verantwoordelijkheid voor 69, 70 leerlingen, die wordt dan wel erg groot. Wanneer hoorde jij van die aanslag? Vrijdagochtend op school. En er zou niets van de hand zijn, dus het reisje zou niet in gevaar komen. Maar helaas is het anders geweest. Het heeft onder andere te maken met het dreigingsniveau dat door de premier is opgeschaald. Terroristen die nog vrij zouden rondlopen. Kun je het wel begrijpen waarom deze beslissing genomen is door de school? Ja, wel een beetje. Die school wil niet met 70 leerlingen op pad zijn. Maar wij zitten wel op school, dus hebben we nu weinig aan. Vanochtend zijn leerlingen en ouders op school geïnformeerd over de laatste stand van zaken, waarbij ook een alternatieve reis ter sprake kwam. Volgende week maandag dan zullen directie en ik om tafel gaan. En dan gaan we eens kijken, van, nou, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de opties? Wordt het Londen of wordt er een andere bestemming? Puur kijken van, ja, wat zijn de opties? Ook in financieel opzicht, want nou, financieel houdt het ook nogal wat in natuurlijk. Hoe zouden jullie daar naartoe gaan? Met de bus en dan met de boot de overtocht maken. Dat kost natuurlijk veel geld. Daar zijn kaartjes voor gereserveerd. Hoe zit het met het geld? Dat is waarschijnlijk weg. Alles is betaald. Dus de activiteit, ja, die moet ook nog betaald worden. Leerlingen zijn teleurgesteld. Maken zich ook zorgen. Krijgen wij nog zo'n reis? En inderdaad, de andere groep ging wel naar Berlijn. En het is niet eerlijk. Nee, dat klopt. Dat is er nu ook niet. Maar voor je eigen veiligheid wel. En we gaan kijken wat we nog kunnen doen om het recht te breien. De verwachting is dat daar binnen afzienbare tijd duidelijkheid over komt.